weet niet, misschien moet ik dat heel lang wachten. Van harte welkom hier bij de bijeenkomst van de Open View. Wat hartstikke fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn. Normaal doen we het in een zaaltje naast de grote zaal. Maar vanmorgen is het toch maar besloten om het in een kerkzaal te doen. En gelukkig is dat een goed besluit geweest, zo te zien, met de grote opkomst. Ik wil graag speciaal welkom heten aan de heer Wolterink. Hij gaat vanavond vertellen over zijn ervaringen, over zijn gebeurtenissen in de oorlog. Dan is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de heer Wolterink. En dan zo een paar minuten voor 8 uur schakelen we over naar de Dam. Daar gaan we naar de dodenherdenking kijken. Gaan we 2 minuten stil zijn, het Wilhelmus zingen en dan verlaten we in stilte de kerkzaal. We overleggen over vandaag wat we gingen zouden gaan doen. Ja, gaf hij aan dat hij dat een erg mooi lied vond. Ik was zangeres Vera Lim, geboren in 1917. En in 1942 bracht zij het nummer uit. En het nummer was erg populair onder soldaten en hun familieleden. En alle anderen die iemand moesten missen in de oorlog, voor tijdelijk of vaak soms ook voor altijd. We zullen elkaar weer ontmoeten. Weet niet waar, weet niet wanneer. Maar ik weet dat we elkaar weer zullen zien. Eens op een zonnige dag. Wil ik nu naar het nummer gaan luisteren en wil ik daarna het woord geven aan meneer Wolterink. Hitler beloofde de mensen volop werk, eten en goed loon.
In deze slechte omstandigheden kreeg Hitler in 1933 33% van de stemmen. Ze waren in één keer de grootste partij en Hitler was aan de macht. Hij begon een heel groot leger op te bouwen. Miljoenen jonge mannen moesten in militaire dienst. Er moest van alles voorkomen: kleding, uniformen, kazernes, wapens, auto's, tanks, vliegtuigen, schepen, onderzeeërs enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat gaf zoveel werk dat er in 1938 geen enkele werkloning meer was in Duitsland. Hitler gaf veel spanning in de omliggende landen. Engeland en Frankrijk probeerden de besprekingen in Duitsland te stoppen, maar dat hielp niets. De omliggende landen gingen ook maatregelen nemen. In april 1939 werd Nederland een voormobilisatie ingevoerd. De spanningen in Europa werden steeds erger. Op 28 augustus in 1939 werd de algemene mobilisatie ingevoerd. Alle oud-militairen tot 35 jaar moesten opkomen in en Nederland had toen 250.000 man onder de wapenen. Maar deze wapenen waren slecht in hout. Met de mobilisatie werd ook hier reeds een militaire geleverd. In de buurt van de bruggen werden versterkingen aangebracht en mitrailleurposten in stellingen gebouwd. Voor ons als jonge mannen, als jonge jongens, was dat prachtig. We stonden altijd met de neus vooraan. Dat gaf hier reeds een leven in de brouwerij. In maart 1939 was ook hier een vrijwillige luchtbescherming opgericht. Deze groep kreeg de bestemming een post in de toren van de Kervormde Kerk en stond telefonisch in verbinding met het politiebureau. De post was bezet van 's avonds 10 tot 's morgens 6 uur. Dat was het begin van de spanningen die reizen naar reizen ook aan meewerken en dat ze dus bang waren voor invallen enzovoort enzovoort. Toen de Duitsland de oorlog en dat was het begin van de Tweede Wereldoorlog. De spanning bleef de hele winter door. Het voorjaar van 1940 werd het nog steeds erger. Op dinsdag 9 april vielen de Duitse troepen Denemarken binnen. De Deense regering capituleert. Ook Noorwegen wordt aangevallen. En deze strijd duurt langer. Nervik wordt door de Engelse en de Franse troepen heroverd, maar eind mei moesten ook zij weer terugtrekken. Daarmee was de Duitse bezetting van Denemarken en Noorwegen voltooid. Hier in Nederland werden alle beloven van militairen ingetrokken. Op zaterdag 27 april leek alles weer normaal en onze soldaten konden weer met verlof. De spanning was minder. Op 29 april 1940 kwam het Nederlandse leger met een vorderen van 14.000 pijlen en later nog eens 16.000. Ook hier in Rezen moesten de boeren hun pijlen inleveren. Deze pijlen werden gekeurd en dit gebeurde op de Herfstraat. Dus voor de jongeren, voor de jeugd was het geweldig mooi. Ons leger was geheel gemobiliseerd, dus zoveel mogelijk militairen onder de wapen. Maar aan de opleiding en uitrusting bekeerde heel veel. Wat zou het Nederlandse leger kunnen doen tegen zo'n groot en goed uitgerust Duits model leger? Met vliegtuigen, tanks en parachutisten die we niet eens kenden. Op 10 mei, reeds voor 4 uur 's morgens, trokken de Duitse troepen de grens over. En hier was de oorlog begonnen. Kijken wat er allemaal gebeurde. We hadden er nooit geen twee vliegtuigen bij elkaar gezien. En toen zagen we groepen van 50, 60 vliegtuigen die allemaal naar het westen gingen met parachutisten en bevoorrading enzovoort. We keken de ogen uit en de berichten waren alleen geruchten. Niemand had bijna radio, alleen was er zo'n radiodistributie. Enkele mensen waren op aangesloten en wij als jonge jongens moesten telkens van huis uit reizen in, horen wat er allemaal gebeurde. Ik kan de moeders en de vrouwen van deze jongens die daar lagen het hart benauwd gaan hebben. 18 doden, dat ging over de 15 geuzen en 3 februaristakers. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Wij makkers bovendien, wij waren 18 in getal. Geen zal de avond zien. O lieflijkheid van lucht en land, van Hollands vrije kust. Eens door de vijand overmand, vond ik geen uur meer rust.
Wat kan een man oprecht en trouw nog doen in zulke tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw en strijdt de ijle strijd. Ik wist de taak die ik begon, een taak van moeite zwaar, maar het hart dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar. Het weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geëerd, voordat een vloekbrees gennershand het anders heeft begeerd. Voordat die eden breekt en bralt, het misselijk stuk bestond en Hollands landen binnenvalt, in brand schat zijn grond. Voordat hij aanspraak maakt op eer en zulk Germaans gerief, een land dwong onder zijn beheer en plunderde als een dief. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie, zo waar als ik straks dood zou zijn, de liefste niet meer zie en niet meer breken zal het brood en slapen mag met haar. Verwerp al wat hij biedt of bood, de sluwe vogelaar. Gedenk die deze woorden leest, mijn makkers in de nood, en die hun nastaand allermeest in hunne rampspoed groot. Gelijk ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk. Er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt, maakt mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw genaar, opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta. Portefeuille, ik dank jullie wel.